Hallo allemaal. Goedemorgen. Wij zijn vandaag in Quinteloy Rhenen en we gaan een aantal oefeningen met jullie doornemen met het thema lenigheid. En waar bestaat die uit, Janneke? Dat bestaat uit flexibiliteit en mobiliteit en daar gaan we een aantal oefeningen voor doen. Dus, doe lekker mee, check hoe lenig je bent en anders zijn deze oefeningen natuurlijk gelijk heel erg geschikt om te gaan oefenen daarvoor. Ja. Zet hem op. Succes. Yes. De eerste oefening heet de windmill en deze is bedoeld om de mobiliteit in je rug te vergroten en de lenigheid van je hamstrings. Het gaat als volgt, je zet je voeten wat breder uit elkaar, tenen liggen ze naar buiten, knieën uit het slot. Dan ga je voorover buigen en met je tegengestelde hand je knie aanraken, je enkel aanraken. Goed je buikspieren aanspannen. Rechte rug proberen te houden, zo recht als je kan. De volgende oefening is bedoeld om de mobiliteit in je heupen te vergroten. Dat is natuurlijk erg belangrijk als je ruiter bent. Je komt achteraan je mat staan. Dan kom je op handen en voeten. Handen recht onder je schouders. Dan ga je om en om een voet zo ver als je kan naast je hand zetten. Dan weer terug in plankpositie. Andere kant. Hoe verder je doorzakt, hoe meer je de lenigheid in je heupbuigers ook triggert. Ook je buikspieren aanspannen. Ja. We gaan nu een yoga stretch doen en we combineren er twee. Je komt op je matje, op één knie, één voet naar voren. Dan zorg je dat je je handen binnen die voet neerzet. Dan ga je kijken hoe ver je door kan zakken. Dit heupbordje blijft naar de grond wijzen, zeg maar. Dus je houdt je heupen zoveel mogelijk naast elkaar. Dan kijk je of dat je door kan zakken. Hou je ongeveer 20-30 seconden vast. En dan kun je hem nog verder verdiepen door je voet naar de andere kant van de mat te verplaatsen. En dan je knie aan de grond te leggen. En dan daarin te gaan hangen. Dat voel je in je bil als het goed is. Ook een spier waar veel spanning in kan zitten. En dan ga je ook weer voorover hangen. Deze heup draai je naar beneden, richting de grond. Ook weer even vasthouden. De laatste oefening is ook weer een yoga stretch, waarbij we de romp stretchen en de binnenkant van de benen. We beginnen met de warrior pose. Eén voet wijst die kant op, de andere wijst deze kant op. Dan gaan we doorzakken, dat deze knie boven de enkel komt. Armen gespreid, over je vingers heen kijken. Nagellip. Dan zakken we eerst richting het achterste been. Terwijl je naar je hand kijkt, navel intrekken. Dan komen we terug. Dan strek je je voorste been. Dan ga je voorwaarts buigen. Arm blijft richting de lucht. Even kijk je nog naar je hand. Triggert ook je balans. Navel inhouden. Knie weer buigen. En weer rustig op hand. Namaste. Nou, wij hopen dat jullie hier wat aan hebben gehad. En zoals Janneke al zei, probeer je houding perfect te houden. Buikspieren aan. Yes. Let op, niet te ver in de knoop komen. Heel veel succes met oefenen. En we zien jullie volgende keer in onze volgende vlog. Yes, succes! Doeg. Doei!